Hallo mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we deze John Deere 5080R testen. Gewoon even kort laten zien aan jullie. Nou, ik heb toen net al even hier naartoe gereden en zo. Nou, de hef, ja, ziet er prima uit. Het zou wel leuker zijn als je die inkoppelpunten van de hydrauliek slangen dat ook nog iets een kleurtje geeft. Of zo, en dat je in deze haak hier beneden dat je daar nog een gat in maakt of zo, zodat het er nog net iets echter uitziet. Maar voor de rest is de hef op zich oké gemaakt. En ja, ik heb gewoon even, omdat ik een sondeervoorlader had, even de deutsvoorlader had, had ik even snel de deutsvoorlader erop gedaan. Er kan een gewichtblokje aan, die kan ook op en af. Je kan de... Wacht, ik zal het wel even laten zien. We kunnen... deze ook afkoppelen. Oh. En dan kunnen we nog met 5 en 6 kunnen we dit... Met 6... gewoon nummer 6. Geen numpad 6, maar nummer 6. Kun je dit voor toevoegen voor de voorlader. Ook afhalen en met nummer 5 heb je gewoon nummer 5, ja, kun je de frontgewichten toevoegen. Ik weet niet of ze ook echt een bepaald gewicht hebben of niet, maar ik vind het wel mooi dat je het erop en eraf kan doen. En dan koppelen we weer aan, jemig. Oké, zwaailampje doet het ook voor de rest. Nou, bouwlampen die doen het ook. Deze raam kan dicht en open. Nou, voor de rest is het niet een heel bijzonder trekkertje. Wat ik jullie wel kan vertellen, hij is in de shop. Deze is het. Hij is 40.000 euro. Heeft 80 horsepower. En kost 25 euro per dag. Dus op zich een redelijk trekkertje in het begin. Als je van John Deere houdt, is dat allemaal een mooi ding. Ik vind het op zich een mooi ding. Dus ja. Anders had ik hem niet getest natuurlijk. Nee, maar ik ga geen troep testen natuurlijk. Voor de rest gaat hij ongeveer 39 km per uur. Hij trekt ook best wel snel op. Volgens mij stuurt hij ook best wel snel, maar ja. Even kijken, kunnen we een scherpe bocht draaien? Op zich wel. Je kunt dan redelijk een scherpe bocht draaien. Dus ja. De zwaailamp werkt en zo. En kniplicht werkt ook. Ja, remlicht ook. Ja, en dan heb je de normale lichten nog. Dan lijkt hij altijd een beetje. Een beetje erg soms. En dat werkt. Laat het even nacht maken. Dat doen we met Ctrl R. Ctrl Alt R misschien. Yes. Oké, kijk. Het is nu wel heel donker. De lampen die werken, zoals je ziet. Er zit een mod in volgens mij voor de donkerheid, maar ja, voor de 's nachts zit er een mod in, dus dat kunnen we mooi testen. Zwaailamp, bouwlampen, alles werkt, dus ja. Ik vind het een mooi trekkertje. Hij geeft ook wel goed licht. Ja, op zich wel. En dan maken we het Ctrl-Alt-R. Ja, dan moet ik eerst eruit. Ctrl-Alt-R. Zo. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video van de John Deere 5080R. Waar ik hem in ga testen, een soort van. Dus ja, dan wil ik jullie vragen om te liken, te reageren en te abonneren. En dan zeg ik
Laters.